Welkom bij Wat Vinnie, de talkshow over plaatsen in Salland. En welke plaats staat er vandaag nou centraal? Nou, dat is Mariënheem. Mariënheem, een dorp in de Sallandse gemeente Rolte, in de provincie Overijssel. Hoeveel mensen woont daar? Nou, ik heb natuurlijk mijn huiswerk gedaan en op Wikipedia staat zo'n 1490 inwoners. Het ligt aan de Rijksweg N34, of eigenlijk net aanzummen. De Rijksweg N34, die ligt in Mariënheem, deur Mariënheem, maar daar kreeg het zo meteen nog wel over. Ongeveer 3 kilometer van Rolte af. En wie heb ik aan tafel uit Rolte? Nou, dat ben ik niet de minsten. Ik begin aan deze kant mevrouw Dini Maatman en mevrouw Annie Achterhoek. En die zegt natuurlijk allebei de Lord mevrouw er maar af. Laat mevrouw er maar af, ja. Precies. En aan deze kant zit August Holtmaat. En mijn naam is Janneke van Doesburg. En ik kom kort bij Mariënheem vandaan, uit Luttenberg. Ik heb jullie uitgenodigd bij mij aan tafel, omdat ik gehoord heb van het dorpsinitiatief Samen Leefbaar Mariënheem. En dat is blijkbaar iets wat klein begonnen is ooit, maar als een olievlek door het dorp hennegaan is en mensen met elkaar verbindt. Nou, wie kan er wat vertellen over hoe het is begonnen? Nou, ik kan er wel wat over vertellen. Dan moet ik even weer terug naar 2013 ongeveer. Ja. In het nieuws was altijd de kerk godsluiten en zo. En ik zat destijds in de pastoraatsgroep met nog een aantal mensen. En toen hadden we eigenlijk gedacht van, nou, als de kerk godsluiten, het schiet nu in mei nog wel goed. Maar wie wil er echt verder kijken over 5 tot 10 jaar? Wat gebeurt er dan? De regering is vooruitzien, hè? Ja. En toen hadden we een enquête gehouden om alle mensen uit Mariënheem, zowel katholieken als gewoon iedereen. En er is heel veel uitgekomen. En er zijn echt 3 pijlers uitgekomen. We hebben gevraagd, wat vindt jullie nu belangrijk voor het dorp om de leefbaarheid te peil te houden? In stand te houden. Als de kerk weggeet. De kerk is toch een ontmoetingsplek? Ja. Ja, nou, er zijn dergelijke dingen. Uitkomen als zingeving, religie en zingeving is wel, is wel belangrijk om met elkaar de verbinding te zoeken. Het gebouw is ook belangrijk, ja. Is een belangrijk. En zorg voor elkaar. Ja. Nou, die 3 pijlers, daar wilden wij verder gaan. En er is erg ontstaan een groep die de naam heeft gekregen Geloven in een Leefbare Gemeenschap. En geloof heeft met de kerk te maken, maar geloof je ook in de... Ook geloof in de gemeenschap, ja, met elkaar. Ja, ja. Is het een leefbare gemeenschap. Ja. Geloof je dan met elkaar in. Nou, en daar houden we erg als doelstelling om de verbinding te zoeken met allerlei groepen in Mariënheem. Ja. Zo is het erg ontstaan. Zo is het begonnen. Vanuit het geloof. Zorgen maken of van die kerk, hoe gaat dat verder? Ja. 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 Nou ja, en dat loopt geen storm. En de bezoekers door zijn ook meestal de Griekse kappies. Ja. Maar ja, hoe gaat het dan verder? Nou, onder die naam geloven in de leefbare gemeenschap wou we eigenlijk de kerk veel meer zichtbaar maken in het dorp. Ja. En het wou eigenlijk als doelstelling op 2 momenten in het jaar die kerk meer zichtbaar maken. Rondom de advent, kersttijd. En in de zomer. En dan gaan we iets doen. Wordt kerk zichtbaar is, maar ook dat de gemeenschap iets daaraan heeft. Maar iets waar iedereen, voor elk wat wils. Ja. Ja, ja. En de kerk natuurlijk zichtbaar. Ja. 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 Maar de kerk is dan niet meer de hoofdzaak, hè? Nee. Want het geloof is er nog wel, maar het is wel van het geloven in een leefbare samenleving. Precies, dat is en samen leefbaar. Ja. Weet je, omdat toch jongere mensen toch wel hebben ze van, oh, weer die kerk. Weet je, zo werkt dat, hè, een beetje. Ja. Dat, dus nou, toen is het samenleefbaar geworden. En ja, dat, ja, nee, nou, een aantal jongeren kwam ik erachter van, hé, wie gelooft wel in die samenleefbaar Mariënheem. En we kregen ook de
terugkoppeling van de bevolking. Jullie bent goed bezig. Ja, jullie moeten niet stoppen, want wat jullie organiseert... Het was zo goed bevallen, de eerste Joachim. Nou, maar dat geloof, dat had ook wel weer een drempel in zich. Want we zijn te veel aan de kerk gekoppeld. Ja. Ja. En door die bereiken we niet iedereen. Ja. Ja? En toen hadden we gezegd van, dat geloof, wie gelooft nu wel in die gemeenschap? Daar kon ook wel de naam veranderen in Samen Leef bij Mariën. Dat was de volgende stap. Dat was de volgende stap, ja. Nou, en vanuit dus daaruit hebben we toch zonnebloempitten om het zichtbaar te maken. Ja. Berkenboompjes. Oh ja, dat weet ik nog. Toen stond alles, alles vol met zonnebloempitten. Ja. En dan begon de berkenboompjes, de verlichting kwam aan, naar voren. Dat ben echt de zichtbare dat dingen. Dat is echt zichtbaar. En je had het net over van de verbinding tussen verschillende groepen. Nou, de groep van de parochianen, heuraal. Ja. Het kerkvolk, de kerkmensen. Ja. Maar welke groepen dan nog meer? Nou, bijvoorbeeld, we hebben op een gegeven moment de voetbal en de tennis en de carnavalsvereniging. KBO. En KBO. We hebben bijvoorbeeld een kerststallentocht georganiseerd. Ja. En houden dus kerststallen in de voetbalkantine en in de tenniskantine. Maar ook in het dorp zelf. En in het historisch centrum en de Schildersclub. In het Omnihuis en de Schildersclub. Nou, daar ben je betrokken in de etalages van oude. En hoe ging dat? Die lupen ook gewoon langs de huis en die kon zo bij de mensen naar binnen kijken? Nou, niet zozeer langs de huis, maar wel de voetbalkantine. Ja, en de tennisvereniging. Ja, bij de tennisvereniging. En, daar en bij de Schildersclub. Ja, dat was hartstikke gezellig. Het Omnihuis stond de kerstman. En het hele dorp was verlicht. En de route althans. Ja. En dus hij heeft wel... Maar die etalages van bijvoorbeeld de voorheen de slager en van de schildersclub en zo, daar hadden we dus ook helemaal mooi bij in betrokken. Ja. En de buurman van de slager, Wim, die had ook in zijn eigen schuurtje, had ook een hele mooie kerstkribbe staan en alles met ze. En dan liep hij gewoon door naar de beeldentuin. Ja. En de beeldentuin die had de muziek staan en, nou, en de tuin is prachtig door. Fantastische omgeving door. Ja. Ja. Ik zie daar helemaal voor me van in de tenniskantine van kindje Jezus als jongste jeugdlid. Ja. Ja. Maar door die vereniging dan hij wel... Je betrekt ze de webby. Ja. En het is eigenlijk de ene... Je slaat twee vliegen in één klap, want ook de verenigingen maakt zich zichtbaar. Ja. Ja. En je denkt van, goh, ik ben hier nog nooit binnen geweest. Ja. Dan kun je er misschien ook eens over nadenken van, zou ik ook eens kijken, is tennis wel wat voor mij? Of is dit is wat voor mij? Of... Ja, maar de sportvereniging, de mensen van de sport waren erbij betrokken. Ja. Dus dat was ook weer... Ja, je bereikt zo heel veel mensen. Ja. Eigenlijk alle lagen van de bevolking. Ja, ja nou, dat is dat mooi. En aan verenigingen heeft een klein dorp meestal geen gebrek. Want ook in die informatie stond van... Mariënheim, zo klein als het is, hebben we ongeveer 40 verenigingen. Ja. Dus je moet allemaal wel in 2-3 clubjes mee wij zitten. Ja. Of is het anders dan kom je dan niet aan. Nee, dat klopt. Nee, als er optocht is in Mariënheim, steekt er dan nog wel iemand aan de kant of doet ze allemaal met? Nou, de mensen uit de carnavalswagen zijn hartstikke vol en... ja. Nou, jullie zijn van het doel met wen het verbintenis. Verbintenis, het... samen zijn. Ja. En eigenlijk ook het op peil holen van de voorzieningen die je hebt. Ja. Is dat ook een bij die lukt? Nou, het op peil holen, dat is ook een plaats van belang. Ja. Ja, die door... Er zit vinger, ook een politieke die, kant aan natuurlijk, er zit ook hè? Een politieke kant aan. En de vereniging bent er zelf ook verantwoordelijk voor. De bent Wille Vulders daar niet verantwoordelijk voor, maar we willen wel daardoor die verbinding met elkaar zoeken. Ja, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Ja, dat betrokkenheid. Wel, ligt weer naast elkaar. Ja, dat klopt wel. Ja. En kijk, we zijn een werkgroep onder plaatsbelang en onder het buurtwerk. En zo houden we wel contact. Via de zuilen overleggen met allerlei verenigingen. En daar kunnen we ons verhaal ook doen. Nou, dan heb je ook korte lijntjes. En ook korte lijntjes. Ja. Dat is ook het doel, hè. Dat is verbindingen. En we willen mensen graag samenbrengen. Dus. Zorgen voor elkaar. Zorgen voor elkaar, ja. Is er ook
kunt jullie ook iets merken van eenzaamheid, armoede, gezinnen die toch soms moet je wel een doetje in de rug geven van God, kom in de kerk kijken. Ja. Wat doen we? Ja. Waar zijn we bezig? En dan af en toe, ja, erop. Mensen toch weer denken, ach, ik ga me ook eens aanmelden. Ja. Ja, dat afgelopen jaar wel gezien. Ja, ja, mensen hebben heel vaak een steuntje nodig en van, God, leek het je wat? Ja. Likt u wat? Ja, en dan ben je... En dan zeggen van, nou, het is nu verplicht. Hij denkt van, nou, het is niks voor mij, dan doe je wat anders, weet je? Ja, precies. Ja. Stukje, maar je probeert de drempel te verlagen. Ja, door de mensen rechtstreeks te vragen. Ja. Je moet ze wel persoonlijk benaderen soms. Ja, maar zo werkt het. Ja. Als je iets in de mix zet, dan is het van, nou, je leest het maar. Ja, nee, dat precies. Als je oproepen hier in het krantje, dat, nou, dat lezen we wel, maar dat doen we niet. Want nee, maar je het zegt, zo van mond op mond. Ja, precies. Maar dat iemand, gebeurt. Iemand zijn de jas trekken. Ja. Aanzak jullie ook niet, Herenkring. Nee, dat jongens, niet. Dat klopt. Nee. Dat klopt. Maar het is wel het initiatief van ons ontstaan van de Warme Kamer. Ja. Ja, nou, met die energiecrisis en de torenhoge facturen die je ervan kreeg. Maar en nou is dat de Warme Kamer beschikbaar. En leden van onze club, zeg maar, bent er ook mee bezig. Om mensen te ontmoeten, om mensen te ontvangen met een bakje koffie. En waar moet ik dan aan denken? In de schalm? In de schalm. Maar een lekker verwarmde ruimte? Ja. Wasfeer, ja. Ja, was gewoon open, één keer in de week. Het was gewoon een morgen en een middag open. Lotus, en dan kan iedereen, kijk, want dan, als je door met z'n vieren zit, hoef vier kachels niet te branden. Nee. Lotus, de radiator mooi op 20, ja, op 15 staan. Ja. En gewoon gezellig met elkaar. Ja, en wie drinkt een bakje koffie. En eventueel een koekie. Of wie zorgt voor wat cake of wat dan ook. Nou, en dit houden we uitgebreid dit jaar. En dat doen we hoofdzakelijk in de Parabool. Ja. In de vitrine is... Die heeft een koffiekorne bier. Koffiekorne. Ja. Daar loopt de mensen naar de winkel. Ja. En de koffiekorne kan ze een bakje koffie drinken met een wat erbij, een piek erbij. Dan zien de mensen hoe ik zit. En als dan bekend is, denk ik van, kom maar een bakje koffie drinken. Ja, op zo'n manier giet het nu. Het giet makkelijker als in de schalm. In de schalm, daar zie je de mensen niet zitten. Nee. Nou ja, ook en het is toch een drempel van, oh god, er zit ze vuur, kan de verwarming niet aan mijn huis. Weet je niet, dat, die drempel is te hoog. Ja. En deze drempel, die loopt ook naar binnen. Ja, en nou spreken we gewoon de mensen aan. Van, hebben we zin in een bakje koffie en doen we een praatje en er komt nog weer iemand mee. Hey, en soms kent ze elkaar niet. En dan wordt gewoon wel best wel bijzondere gesprekken. Ja. En dan komt een bijzonder gesprek. En, ja, ik op een vrijdagmorgen ging de gym niet deur voor de ouderen. Hups, ik kwam allemaal koffie drinken in de Parabool. Nou, hoe mooi ook sowieso hoe mooi is het. Ja. Hoe mooi kan het werken. Ja. Dat is een beetje, er zit geen drempel. Niet zo'n hoge drempel. Een van jullie hoogtepunten is toch ook eigenlijk wel, net wat je zegt, van in de advent- en kerstperiode. Ja. Nou, het hele kerkelijke evenement, moet ik wel zeggen. Mm-hmm. Want het is gewoon een... een show klinkt een beetje oneerbiedig, maar... ik ben er... ik denk de eerste keer dat ik er... ben ik er ook een keer bij geweest, met al die koren een komisch verhaal was het eigenlijk. Ja. Niet oneerbiedig, maar wel met heel veel humor. En alles kwam erin samen en die kerk zo prachtig versierd. Daar hebben we ook nog een foto van. De Loem Museum van... hoe mooi als, nou ja, het kerkgebouw is al mooi van binnen. Maar dat kiekt dan met hem natuurlijk versierd worden. Hier is een bloemengroep bezig, creatief. Ik zie allemaal sterren en ik zie allemaal op de pilaren aan de achterkant al hele slingers met groen. Nou, maar ook dat bijzonder, dat haakwerk, wat dat toch met een paar mensen doet, hè? Ja. Die engeltjes. Die engeltjes zijn helemaal gehaakt. Ja, gehaakt. Allemaal gehaakt, ja. Nou, fantastisch. Ja, nee, dat is, maar ook heel iemand die bedenkt van de bloemstukken. Ik denk een keer een editie eerder geweest dat jullie zo net hadden een spanning. Ja. Lagen al die gevouwen, die duifjes, ja. En dan het licht van bomen en dan was er allemaal die schaduwen van die vogels. Ja. Nou, fantastisch. Ja, dat was schitterend. Dat was zo mooi. Nou, feit dat ik het nog weet, dat heeft echt wel indruk gemaakt.
En zo is het elke keer wel iets anders, hè? Ja, dus, het is een heel iemand die heel goed is in het bedenken van iedere keer wat anders. En dit keer heeft ze bedacht van, oh, wie doet een ster midden in de kerk? Ja. En elke ster komt dan weer op de bank terecht. Nou, sterrenslag, maar dan anders. Sterrenslag, maar dan anders. Ja. En dan hebben we inderdaad de kerstnachtviering. Ja, vorig jaar was het 2.0 en afgelopen kerst was het 3.0. Maar dan betrekken we de koren erbij, de verschillende koren. Maar ook de carnavalsvereniging doet dan mee en de toneelvereniging en het omnihuis. En schoolkinderen, dansmuziek. En dan zit de kerk bomvol. Ja, de verwachtingen zijn hoog gespannen. Ja. Kaartjes verkopen, doet jullie dat al? Dat nog niet. Voor samen even maar, dat is altijd één doel. We doen vrije gift. Ja, ja. Het is voor en met en door iedereen, hè. Allemaal samen. Ja, maar je trekt ook Lu van Buiten af. Ja, ja. Ik bedoel, in Vilsteren is ook zo die kerstwandeling begonnen. Ja. En die heeft nou kaart verkopen. En dat is binnen een dag is dat uitverkocht. Ja, dan ben je op tijd bij. Ja, ja. Dus ik denk dat bij jullie ook wel die kant op geeft. Ja, zo hard geeft dat. Ja, nou, we zijn wel weer bezig voor het komende kerst. Om dan een wandeling te doen. En dan in de buurt, in de verschillende buurten, de Nieuwbouw en de Keizerskamp en de Hemen en de Essenbree, om door de buurt zelf iets te laten creëren, een grote kerststal of wat dan ook, dat iets bijzonders te zien is in die buurt. En dan een wandeling door die buurt. Nou, prachtig toch? Kijk, en dan heb je al die buurten actief. Die ben allemaal bezig die met elkaar. Allemaal bezig. En, nou, misschien werd er wel last. Dus, in september houden we altijd de burendag. Ja. Als ze dan al wat dingetjes bedenkt en zo. En dan gaat de grote ideeën al borrelen. Ja. Ja. Nou, dat hebben we nu aan het voorbereiden. Om dat te realiseren en het vast te beluken. Nou, ik wist al wat. Ja. Ik zie eigenlijk alleen maar blije gezichten. Ja, je bent ook heel blij. Volgens mij geeft jullie daar ontzettend veel energie en de complimenten waar je dan ook krijgt van, van mensen. Van, ja. En toch heb ik de coronatijd ook nog niet vergeten. Nou. Dat mensen toch in de kerk een gebeddienst organiseerden. Ja. Om die mensen thuis via de kerktelefoon toch weer een hart onder de riem steken, dat ze niet in de kerk konden komen. Ja. Het was toch ook wel een bijzondere tijd. Ja. Ja. Ja, ook weer door op verschillende verenigingen. Door elke morgen. Elke morgen in de week. We hadden een groepje van 5-6 personen. Ja. En elke morgen deden we een ochtendgebed. Ja. Ja, in van nu de kerk. En dan hebben we ook via de kerktelefoon. En mensen konden ook wel op gepaste afstand in de kerk komen. Mm-hmm. Hè. Maar er was niet zoveel belangstelling, maar via de kerktelefoon wel. En elke morgen was iemand die daar ongeveer 20 minuten iets presenteerde. Ja. Ja, toch via de mensen ook. Ja. Er komt wel een signaal. Ja, ja. Wie bent jullie nog niet vergeten? Nee. Of wie bent elkaar niet vergeten? Ja. Dat komt het op neer. Ja. Ja. Toch ook wel weer een bijzondere tijd. Ja. Ja. Maar ook de verhalen die daar weer opgehaald bent, bij schoolkinderen, bij oudere mensen, of bij iedereen eigenlijk, hoe ze de coronatijd beleefd hebben. Ja. Ja. En door is daar weer het boekje samen uitgekomen. Ja. Ja. Waar al die verhalen er dan weer in. Ja. Verhalen dus uit een nare periode. Toch weer wat positiefs uitgekomen. Ja. Ja. Wat ben jullie op het moment mee aan het werk? Ja, je zegt, ik ben al met de kerst volgend jaar al in gedachten bezig. Ja. Maar, Nou, wat nu op dit moment onze aandacht heeft, is de Jesus Christ Superstar. Vertel. Dat is afgelopen week hebben we een film gedraaid, die oude film. Jesus Christ Superstar, 50 jaar alleen. Maar we hebben een projectkoor. En op Goede Vrijdag is er een projectkoor. En er is ongeveer in de kerk 90... zangers, zangeressen en muzikanten onder begeleiding van Marion Mulders, een professioneel dirigent. Ja, die ken ik. Dat is een hele goeie. Ja, en die dus die gewoon een aantal liederen presenteren van Jesus Christ Superstar. Nou, en dat project wordt op vier vrijdagen. Dat begint nou morgen. Eerste repetitie.
En in 4 repetities wordt het koor de stand. In 4 keer moet het lukken? Ja. Nou. Ja. En dat is een hele uitdaging. Ja. Ja. En daar ben ik nu flink mee aan het... Ja, het podium moet een beetje gemaakt worden. Maar ook de mensen moeten dus... Ja. Ja. Zelf moeten ze dus... een beetje de muziek eigen maken. De muziek eigen maken. Ja. Nou, en dan heb je ook spelers te bieden. Ja. De kleding. Ja. Ja, alle dingen met de hoort er natuurlijk bij. Ja. En, de kostuums. En dan houden er niet alleen het project voor, maar er is ook ertussen wordt het verhaal een beetje verteld. Ja. Door één iemand. En wat toneel. Hè. Mm-hmm. Dus Die hebben ook een rol om bepaalde dingen uit te beelden. Precies. Ja, dus, regie enzovoort. Nou. Ja, en de kerk zit vol met kruisbeelden. Ja, van heel veel mensen uit het dorp zelf. Ja. Of buiten het dorp. Maar... Oh, eerst hij de kerststallen allemaal van het zolder haalt. En nu komt de kruisbeelden aan de beurt. Ja, in de vaste tijd. Nou, daar waren we net mee klaar. Een tentoonstelling van allerlei kruisbeelden. Ja. Kijk, dan vroeg je de mensen uit het dorp van, hebben jullie kruisbeelden? Zat. Zat, hè? Zat. Zonder kruisbeelden en wie waren de bakjes? Ja, en wij waren de bakjes en zo. Ja. In oktober houden we de Maria beelden. Ja. Tentoonstelling. Nou, de kruisbeelden tentoonstelling. Het rijke Roomse leven. Het rijke Roomse leven. En dat trekt toch altijd weer mensen. In de kerk. En de kerk is dan weer bijzonder. Een beetje versierd. Dat toch wel weer lukt. Ja. 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 Ja, maar van buitenaf komen ze ook heel veel mensen kijken in de kerk. Hè. Ja. We zetten nog wel eens wat op Facebook, weet niet, dat soort dingetjes. Ja, dat moet je sowieso. Ja, daar breek ik wel een heleboel mensen mee. Ja. Dat, ja. Ja. Bent er ook in het comité, jullie bent de aanstuurders eigenlijk, zo'n beetje de contactpersonen, mm-hmm. Hij ook nog aanvulling van jongeren? Want dat moet natuurlijk ook. Ja, nou, dat is een beetje een dingetje. Dat is een dingetje. Ja, we proberen wel zoveel mogelijk samen te doen met scholen. Ja, bijvoorbeeld, we organiseren ook in de Vredesweek altijd iets. Ja. Ja, en daar hebben we dan een wandeling vanuit Rolte naar de kerk in Mariënheim. En daar trekken we ook de scholen bij. En de scholen hebben... bijvoorbeeld allemaal tekeningen gemaakt die iets, wat de leerling vindt van wat is vrede, wat betekent vrede voor mij. Ja, nou, die gaan dan in de kerk tentoonstellen weer, of ophangen of wat dan ook. En een vredesboom waar iedereen een wens kan doen. Nou, en dat trekt ook alweer heel veel kinderen kinderen en hij ook de ouders. De ouders Zo proberen we wel steeds de kerk ook een beetje... Ja, en het kabouterbos. Wat een prachtig wens is, de jongeren. Ja. Is mooi opgezet. Ja. De jongeren gebeurd. Ja, ook door jongere moeders. Of is de jongeren... Die al jongere kinderen en hebben. En die onderhoudt het ook. Ja. En die hebben nieuwe ideeën weer voor een blote voetenpad of zo. Ja. Kijk eens. Dus dat is ook weer grappig. Ja. Dat is ook weer mooi. Ja. En die hebben met de kerst... Hoeveel personen hebben ze gehad in het bos... Met Arslee? Met die Arslee is van 500 in een paar uur. Ja. Nou, moet je nou gewoon. Ja, geweldig. Ja. Geweldig, ja. 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 En ik zei het in de inleiding eigenlijk al. De weg, die ligt er natuurlijk wel dwars door, hè. Zit er een klein beetje groen licht aan te komen, geloof ik. Maar De schuppen moet er eerst nog heen. De schuppen moet er eerst nog heen. Ja, dan ben je alweer jaren verder. Maar is dat voor jullie ook een barrière, die weg? Nou, het is wel een barrière. Ik zit ook nog wel in een werkgroep herbestemming. Hè. We zoeken een herbestemming voor de kerk. Mm-hmm. Maar er is ook een, een hoop water door de IJsselvuur door. Ja. We hebben allerlei ideeën, maar de weg is wel een blokkade. Ja. Ja, ook voor de herbestemming. Als die er niet zo is, dan heb je meer mogelijkheden. Ja. Voor woningbouw. Ja, die kerk die ligt pal aan de weg. Ja. Maar het is en blijft een barrière. Ja. Nou ja. Maar goed, de 100 miljoen
Ja, die ligt er. Die is weer toegezegd. Die hè? Is weer toegezegd. Maar ik en, kan me ellendig voorstellen dat iedereen in Mariëheim geen cent vertrouwen meer heeft in de politiek. Nee. Want, nee. Vandaag is het, om, de handtekening werd gezet en het werd zo weer teruggedraaid. Moest voor andere drie doeleinden. Keer, drie keer beloofd. Voor andere doeleinden gebruikt werden. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar geen die de schouders eronder zet, dat vind ik een beetje vooraf. Ja. Die dat volhoudt. Ja, iemand ook vastbieden. Als een, ja, maar echt vastbieden dan. Dus ja. Ik vind het echt een petje vooraf. Ja. Nou, maar ik neem mijn petje af voor jullie. Want jullie hebben hoe vaste bedden in toch een... nou ja, en ook dit is een actueel onderwerp van hoe je mensen bij elkaar brengt. In plaats van, zoals tegenwoordig toch helaas vaak nog gebeurt, juist uit elkaar gewoon. Ja. Ja. En al die initiatieven van juist elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen, met elkaar in gesprek komen, zo kom je met elkaar verder. Ja. Ja. Is dat ook wel een van de bereikte doelstellingen? Kun je ja, dat zo wel stellen? Dat is zeker. Dat, we hebben weer heel veel mensen toch wel die voorheen elkaar niet kennen. Ja. En die nou met ons meedraaien. Hè? Ja, je hebt natuurlijk een ras echte Mariënheimers, maar ook veel import. Ja, ja. 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 Kijk, het mooie is, wij hebben geen bestuur, zo. We zijn gewoon een werkgroep. En we hebben een aantal brainstorm-sessies. Ja. En dan zeg je van, nou, bidden wat ideeën voor rondom kerst. Of bidden wat ideeën voor in de zomer. Of, nou, en zo ontstaan allerlei initiatieven. Ja. Hey, ik kan dit niet eens een keer oppakken of ik kan dat niet eens een keer oppakken. Ja, in principe heb je twee, een zomer- en een winterprogramma. Ja, ja. Maar er is ook nog een cultuurmarkt, die jou nog niet eens benoemd. Ja. En in juni. Een cultuurmarkt en de boer op of zoiets. Ja, wie gooit de boer op. De boer op, ja. 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 En dat gebeurt ook in het Prachibos. Ja. 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 En er is ook weer een aparte groep die dat weer organiseert. Die dat dan weer doen. Ja. Nou. Het is, is gewoon te kort voor al deze eigenlijk activiteiten. Eigenlijk wel. Mensen komt het niet te kort. Jongen. Nou, in Mariëheim, door gebeurt het. Ja, door gebeurt het. Dat is het motto geweest. Voor elkaar en met elkaar. Hè? Ja. Voor, door en met elkaar. Dat is altijd een vergadering. Voor, door en met elkaar. Zo is dat. En in Luttenberg zegt ze, niet voor o, niet voor mij, maar voor ons. Ja, ook mooi. Ook een mooie gezegd. Ja. Ja. Nou, ik denk dat we hiermee eigenlijk wel een mooi inkijkje gehad hebben in het wel en wee. En liever gezegd het wel van de Mariëheim, het omzien naar elkaar, het lemdegon, het vitaalhon van de gemeenschap. Ja. Nou, ik vind het fantastisch zoals jullie dat met elkaar doen. En heel erg mooi dat het ook zoveel weerklank heeft in het dorp. Ja. Ja. Dat geeft ook energie. Ja. Zeker. Bedankt dat jullie daarover wilden vertellen. En ik hoop dat je het leuk hebben om hierover te horen. Zeker. En graag tot ziens, tot de volgende keer.